ben Mitsis Samandu en ik ben hier in Nederland sinds dat ik zes maanden ben. Ik ben hier samen met mijn ouders gekomen vanuit Chili. Mijn ouders zijn Uruguayanen, maar ik ben geboren in Chili in juli 1973. Dat is vlak voor de coup van Pinochet geweest. En daarmee ja, is er wel een verhaal ontstaan, een rode draad in mijn leven, die mijn leven tot op de dag van vandaag ook zeker wel beïnvloedt. Mijn ouders zijn gevlucht uit Uruguay voor de coup in Uruguay en zijn naar het beloofde land gegaan van Allende uiteraard, Salvador Allende. Maar helaas is dat inderdaad, heeft dat geresulteerd in de coup van Pinochet in 11 september. En daarmee heeft men een stuk geboorterecht ontnomen, vind ik, zonder meer. En dit is geloof ik een stukje pijn en ontheemdheid die je meedraagt. Dat heeft volgens mij iedere vluchteling, ook al ben je hier al zes maanden gekomen. Ik denk voor volwassenen is het een ander verhaal, hè? Die maakt het heel bewust mee. Ik heb het minder bewust meegemaakt, maar wel heel erg bewust meegekregen van mijn ouders. En ik geloof dat dat stukje ontheemdheid, je ontheemd voelen, dat dat wel te maken heeft gehad met het feit dat ik pas heel laat bewust ben gaan schrijven. Mijn boek heet De Vrouw in het Masker. En dat is iets wat ja, metaforisch is bedoeld. Wat bedoeld is vanuit de weg die gemaakt wordt door de vrouwen naar dat masker toe. Precies zoals dat ook in mijn leven is gegaan met mijn familie in Uruguay. Ik heb hun leren kennen door middel van brieven, kaarten en objecten. En dat is niet iets op het moment dat je gaat schrijven, dat je denkt, oh, dat is mijn thematiek en daar doe ik het. Maar ik begreep op een gegeven moment wel dat dat is wat er gebeurt. Nou is dit, laten we wel heel eerlijk zijn, het is een avonturenroman. Het is in echt heel ver weg kun je refereren naar mijn eigen leven. Maar dit is een verhaal wat begint in Amsterdam en eindigt in het eerste deel in Egypte. Dus dat is, staat daar echt los van. In grote lijnen zit er uiteraard altijd iets autobiografisch in. Voor mensen die willen schrijven, je moet het absoluut doen. Er is, als jij gelooft in je werk, dat is het meest belangrijke. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die geloven in hun werk ook gewoon goed werk hebben. Ja, want dan ga je gewoon die extra mile. Maar tegelijkertijd is er voor elk werk ook een markt. Denk aan Gerard Joling, die op een gegeven moment met zijn liedjes in Japan terechtkwam. He, maar of een Gerard Reven, die zijn eigen werk in eigen beheer, he, lekker printen, kopiëren. He, als je wil, dan kan het. Het kan en die markt is er gewoon. Je moet alleen wel een lange adem hebben en er ook echt achter staan. Ik werk iedere dag, 7 dagen in de week, van 9 tot 12 ben ik schrijver. 'S Avonds. En dat is iets wat je wel moet hebben, discipline om het te blijven doen. En te blijven nadenken. Innoveren is heel erg belangrijk in dat verhaal ook. Je moet absoluut ook gebruik gaan maken van alle nieuwe mogelijkheden. Zoals een Twitter, maar social media en alles wat daarbij hoort. Want je kunt niet achterblijven bij wat de tijd doet. Dus als je het wilt doen, als je vanuit jou hier zegt, ik moet. Nee, ik sta op en ik moet schrijven, al is het maar 10 tweets per dag waarin ik een zinnetje per dag opschrijf. Dat is schrijven en als je dat doet, ja, dan kom je er ook. Dus voor de toekomst is het echt heel erg belangrijk dat we in het Spaans gaan publiceren. Dat is onze doel en ja, hoe zie je dat verder? Ik heb niet ideeën om te zeggen van nou, ik ga Isabel Allende achterna. Weet je wel, of nee, dat is niet, zo is niet hoe ik mijn toekomst zie. Ik wil gewoon schrijven. Ik wil gewoon mijn verhalen vertellen. Er zijn zoveel zoveel verhalen die niet zijn verteld, maar die gewoon hier op de oppervlakte aanwezig zijn. Dat wil ik vertellen. Ik wil daarover fantaseren. Ik wil daar bestaande feiten die nieuw worden vanuit een ander. Ja, nou ja, goed, een ander jasje hebben aangetrokken. Maar vaak hebben wij. Onze verhalen zijn vaak verhalen die wij zelf niet eens dus goed kennen. En waar wij zelf nou ja, niet de woorden aan hebben gegeven die ze verdienen. Dus mijn doel is tot in het einde der dagen te schrijven.